Surf Security Team heeft sinds een paar weken een nieuwe inlogmethode toegevoegd, namelijk Azure MFA. Een van de belangrijkste requirements bij de implementatie van twee-factor authenticaties die wij horen van instellingen is dat ze hun gebruikers maar één tweede factor willen geven. Dat is begrijpelijk, want meerdere is nogal onhandig voor de gebruiker en vraagt ook meer ondersteuning van de instellingen. We hebben het nu zo gemaakt dat de gebruiker zijn Azure MFA-middel nu ook kan registreren in Surf Security. Zo heeft hij maar één tweede factor. Dus zowel voor diensten beschermd met Azure MFA of Surf Security. En voor instellingen betekent dit dat ze nu eenvoudiger kunnen kiezen welke integratie het beste bij de dienst past. Via Azure of via Surf Security. En de gebruiker die logt met hetzelfde middel in met zijn Azure MFA token. De diensten die via Surf Security zijn gekoppeld kunnen wel blijven vertrouwen op het hoog betrouwbaarheidsniveau van de identiteit. En het bijkomende voordeel van Azure MFA en Surf Security is dat de gebruiker nu ook kan profiteren van de single sign-on functie in Azure MFA. Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als wij over deze nieuwe feature. En als je ermee aan de slag wil, laat het ons weten.